FlashTube. Ik ben Jessica van Jessica Stitches hier op YouTube en op Instagram. Superleuk dat je mijn video hebt aangeklikt. Ik heb weer een nieuwe update voor jullie. Een update van september. Ik ga jullie laten zien waar ik aan heb gewerkt. Ik heb wel aan iets minder gewerkt. Nou ja, wel genoeg projecten, maar aan elk project wat minder. Ik heb niet zo'n lekkere maand gehad. Begin van de maand waren we om en om ziek. Nou ja, de R is in de maand. Dus ja, dan krijg je dat weer. Maar helaas ook twee mensen zijn overleden in onze familie. Daar ga ik het verder niet over hebben hoor. Maar dat was allemaal plotseling. Dus dat, ja, dat doet natuurlijk ook wat met je. En er komen veel weer dingen van vroeger naar voren. En dat is gewoon moeilijk. Maar daartussendoor hebben we ook weer verjaardagen gehad. Dus een vier weer het leven. Het was een gekke maand. Hou het daar maar op. Maar ik wil toch deze video opnemen. Ook al was het een pittige week. Maar ja, wat afleiding doet me goed. En ja, ik vind het gewoon leuk om te doen dit. En daarom ga ik deze video gewoon opnemen. Ik hoop dat jullie het leuk vinden. Als ik dingen vergeet, sorry daarvoor. Ik ben niet helemaal bij met mijn hoofd. Maar ik ga mijn best doen. Het licht is ook iets minder, maar het regent buiten. Het is donker hier in huis. Ik heb wel een lamp aangezet. Maar ja, ik hoop dat het goed te zien is. Laten we gewoon maar lekker beginnen bij mijn WIPCO goals. Oh, ik zal even mijn WIPCO board nog even erbij pakken. Even kijken. Ja, dit is mijn WIPCO board. Ik kom alweer aan het einde van het jaar. Dat is ook wel te zien. De nummers van vorige maand waren nummer 15 en nummer 1. 1000 kruisjes mag ik zetten op Birdsong en op Love Letters Chocolate Shop. En dat heb ik ook gedaan, dus dat ga ik jullie laten zien. We beginnen bij Love Letters Chocolate Shop. Dat is deze van Amy Stewart van Heaven and Earth Designs. Echt een prachtig plaatje. Op dit project heb ik precies 1000 kruisjes gezet. Ik zal een fotootje plaatsen van waar ik de vorige keer was. Even kijken. En dit is waar ik nu ben. Volgens mij heb ik de diagonaal afgemaakt en ben ik met een nieuwe begonnen, maar dat weet ik niet zeker. Ja, het verschil kunnen jullie waarschijnlijk wel zien. Ik borduur nu deze per pagina, maar wel in diagonalen. Dat werkt net even wat fijner. Het bevat ontzettend veel confetti. Had ik niet verwacht of zo, maar het werkt ook niet heel erg fijn. Dus ik ben het maar op deze manier gaan doen. Dat werkt net even iets prettiger. Maar de kleuren, oh, het wordt wel echt heel erg mooi. En de details zijn gewoon weer prachtig. Dus dat is deze. Die borduur ik trouwens op 28 count, even weef, 1 over 1. Dan gaan we naar de volgende. Dat is Birdsong. Van Tatjana Fedorova. Ook van Heaven and Earth Designs. En deze borduur ik zonder achtergrond. Dit is volgens mij mijn oudste project die ik nu heb. Ik zal zo eens even kijken wanneer ik deze gestart ben. Dat heb ik hier opgeschreven. December 2019. Even kijken. Ik zal een fotootje laten zien waar ik de vorige keer was. Ik kan hem denk ik niet samen in beeld zetten, maar ik zal hem nu eerst laten zien. En dit is hoe die nu is. Oh, wat is deze mooi, hè?
En deze werkt zo fijn. Ja, het is onbeschrijfelijk. Ik vind het zo fijn werken. Een goede verhouding van blokken borduren, maar ook confetti. Maar ja, het is zo goed te doen, deze. Dus als je hem overweegt, ik zou zeggen gewoon lekker doen. Ik ga hem even van dichtbij laten zien. Ik heb een page finish gehaald bij de besjes. Dat is geen volle pagina, maar een pagina is een pagina. En ik ben met de bij begonnen. Daar had ik zin in. Ook omdat Diana had me ergens in getagd. Ik weet even niet meer waarin. Maar die zei, heb jij ook bijen in je borduurwerk? Toen dacht ik, ja. Dus toen had ik eigenlijk al zin om direct die bijen ook te gaan borduren. Dus ik ben een... Ik ben er lekker aan begonnen en hij is zo leuk. En de besjes worden ook prachtig. Ja, helemaal leuk. Dit is, had ik dat al gezegd, 25 count, 1 over 1. Super fijne stof. Merk, dat weet ik niet. Deze komt namelijk van de kringloopwinkel. Dat was dus echt een kringloopgelukje. Zo, dat is deze. Dan gaan we naar de volgende. Even kijken, wat hebben we hier? Oh ja, mijn eerste finish. Ik heb namelijk twee finishes deze maand gehaald. En dit is er eentje. Een kleintje. Ik zal een fotootje laten zien van de vorige keer. Volgens mij had ik alleen de paddenstoel of zo. Maar dit is hem geworden. Dit is de boekenlegger van Mama Witch Stitch of iets dergelijks. Ik zal het eventjes alles hieronder beschrijven hoor. Onder in de beschrijving kun je het terugvinden. Dit is een freebie, dus een gratis patroon. Dat kon je vinden op haar Facebook pagina. Die zal ik hieronder ook wel even plaatsen. Volgens mij heeft ze elke maand een gratis patroontje. En dit was eentje van begin het jaar. Ik weet niet precies, of vorig jaar. Maar superleuk. Ik moet hem nog wel afwerken zoals je ziet. Dat ga ik waarschijnlijk doen met vilt. Ik heb nog zwart, bruin en rood vilt. Dus daar zal ik dan eentje van kiezen. Maar dat ga ik nog wel doen. En dan heb ik ook een boekenlegger. En ik had vorige maand, of in de vorige video, had ik verteld dat we de boekenlegger kwijt zijn van mijn zoontje. Maar kijk eens. Daar is die! Kijken, ik hou verkeerd op. Daar is die. Ja, hij zat gewoon in een boek in de boekenkast. We hadden overal gekeken, maar niet goed genoeg blijkbaar. Maar hij is er. Dus daar ben ik wel heel erg blij mee. Maar ja. Dat is dat. Oké, dan gaan we naar de volgende. Is deze. Flower Fur and Feathers van Ciro Marchetti. Ook van Heaven and Earth Designs. En deze koos mijn zoontje om even aan te borduren. Ik wou een ander project pakken, maar ik wist niet wat. En hij koos deze. Dus dan ben ik daarmee aan de slag gegaan. Ik heb op dit project ook 1000 kruisjes gezet. Een fotootje plaatsen van de vorige keer. Even kijken hoe ik dit ga laten zien. Deze begint natuurlijk in het midden. Wat ik normaal dus niet doe eigenlijk. Maar deze had ik zin om het anders aan te pakken. Dus ben ik in het midden begonnen. Even goed opvouwen. Beter kan vasthouden. Ja, zo. Daar is die. Ik ben verder gegaan bij het oor van de vos. Ja, wordt wel echt heel erg mooi. Het ziet er ook al gewoon heel zacht uit of zo. Het is bizar, die details. Maar het wordt echt prachtig. Dus
Dus dat is flauw. Wat was het? Flauw, fur en feathers. En deze borduur ik op ook 28 count, 1 over 1. Dan gaan we naar de volgende. Kijk, wat hebben we hier? Oh ja, dit is Magic Forest. Ik ben mijn project bag kwijt. Of nou ja, die kon ik niet vinden. Dus ik heb geen foto om te laten zien, maar ik zal het hier in beeld zetten. Dit is Magic Forest van Ciro Marchetti. Ook van Heaven and Earth Designs. Dit is de supersized Max Color versie. Dus extra groot en extra veel kleuren. Ik ga even eerst een fotootje laten zien van de vorige keer. En dit is waar ik nu ben. Ik ben verder gegaan met de diagonaal. Ik heb... even kijken, vanaf de pootjes van een bij die er aankomt, of een hommel. Daar ben ik verder gegaan. Heb ik een stukje van de tak en van de achtergrond van de bergen. En een stukje blad geborduurd. Ik zal hem even wat dichterbij laten zien. Even kijken. Daar. Super mooi. En op dit project heb ik 1500 kruisjes gezet. Ook niet heel erg veel. Ja, meestal borduur ik toch wel echt wel meer per project. Maar dat is deze maand gewoon even niet gelukt. Dit project komt komende maand zeker nog terug. Hij kwam voor mijn Wipco-bord. En ja, het is herfst. Eindelijk is de herfst begonnen. Dus ja, dan wil je hier ook aan werken. Kijk nou hoe mooi die is, hè. Echt, wauw. Ik hoop ook binnenkort de 10% te halen. Want die heb ik dus nog steeds niet. Ik zit op 9,5 geloof ik. Ik wil gewoon 10% halen. Dus daar ga ik voor. Ik hoop komende maand. We gaan het zien. Dan de volgende. Dat is een finish. Dat is Cabbage Butterfly van Claire Harkness. Ook van Heaven and Earth Designs. Deze heeft geen achtergrond. En die heb ik op een zwarte stof geborduurd. Die zal ik even laten zien. Ik wilde nog een short van maken. Een korte video. Maar helaas, dat is me ook niet gelukt. Misschien dat dat nog komt, dat weet ik niet. Maar, ga ik hem in beeld krijgen? Niet helemaal, ik ga even naar achteren. Ja, hij is wat te zien, hè? Daar is die. Mijn vierde Heaven and Earth Design finish. Deze is dus geborduurd op 18 count zwarte Aida. En wat is die mooie. Ik ben blij ook dat die af is hoor. Ik ga hem verder niet inlijsten. Ik heb deze echt geborduurd voor het borduren. En niet per se voor het inlijsten. Als je zoveel borduurt. Zoveel projecten. Op een gegeven moment kan je het natuurlijk ook allemaal niet ophangen. Overal hangt al wat. En deze laat ik voor wat het is. Deze gaat in een doos. En dan bewaar ik hem. En dan kan ik eens in de zoveel tijd weer eventjes doorheen gaan. Dat is gewoon leuk. Maar ik zal hem even van dichtbij nog een beetje laten zien. Super mooi. Dus dit is mijn grote finish. Ik ben hem begonnen. Dat kan ik ook weer even opzoeken. Oh. Even kijken. Ik ben hem begonnen december 2020. Dus dat is 3 jaartjes. Nou, netjes. Het is geen grote. Het is niet super veel kruisjes. Maar wel leuk. Dus daar is die. En dit is mijn vierde Heaven and Earth Design finish.
Ik wil nog een keertje alles een keer laten zien wat ik heb gedaan. Nou, alles is niet te doen, maar wel mijn Heaven and Earth designs. Maar ik wil dus een video op gaan nemen met wat ik eigenlijk in de afgelopen jaren vanaf het begin allemaal heb geborduurd. En hoe ik ben begonnen met borduren. Die video hoop ik misschien ergens in november te kunnen maken. In november maak ik al 2 jaar Flosstube, dus het lijkt me een leuke gelegenheid om het dan op te nemen. Dus dat, ik hoop dat jullie dat leuk vinden. Dan, even kijken. Welke ga ik als eerst doen? Deze. Sorry. Dan heb ik nog aan dit project gewerkt. Fantasy Treehouse van Tilton Crafts. Lastig woord. Deze heb ik gisteravond nog even uit de kast gehaald en ben ik mee verder gegaan. Daar had ik gewoon echt heel veel zin in. En ik heb gisteravond 252 kruisjes erbij gezet. Fotootje plaatsen ernaast van de vorige keer. En dan hoop ik dat je een beetje het verschil kan zien eigenlijk. Ik ben in ieder geval in dat roze gebied verder gegaan. En ik heb gisteravond ook nog 250 kruisjes bij kunnen zetten. En dit wordt ook weer mooi. Ik vind het zulke mooie zachte kleuren. Ja, het werkt gewoon heel erg fijn. Wel veel confetti moet ik zeggen. Nou ja, daar krijg je ook wel iets moois voor terug dan. Dus dat is het begin van deze. Voor deze heb ik ook een stitch along. Dus als je iets van een boomhut of iets in fantasy borduurt, doe gezellig mee. Ik zal de hashtag in beeld zetten. Deel het met de hashtag, dan zie ik hem ook voorbij komen. Je hebt deze en je hebt hem ook nog eventueel in een andere versie bij Tilton Crafts. Iets met blauw en groen en deze is dan roze. Oh, je zou daar toch heen willen voor een weekje. Heerlijk. Maar dat is deze dus. Deze ga ik vandaag, als ik even tijd heb, ga ik hier nog wel even mee verder. Daar heb ik zin in. Die zal ik daar even neerleggen. Die borduur ik trouwens op, moet ik even opzoeken, dat weet ik niet meer. Op 25 count Zweigart Lugana, 1 over 1. En er zit een glitter in. Ik weet niet of dat te zien was. Dus als ik hem dichtbij. Oké. Okay. Zien jullie het? Er zitten glitters in. Super mooi is dat. Maar ik moet wel zeggen, als je het in de avond werkt en met een daglichtlamp erop, is het ook best wel lastig met die glitters in je gezicht. Maar het wordt echt wel, ik vind het wel echt een mooie keus. Ik ben er heel erg blij mee. Zo. Dan de laatste. En dit is een projectje die ik ben begonnen, een nieuwe start. Even kijken. Waar is dit blaadje nou? Dat die hierin zit. Ja. Dat is Spring Has Sprung van Plum Street Samplers. Deze heb ik gekregen van Joanita. Super lief. Dankjewel nogmaals. Dit is een doorgeefpatroon. Dus ik ga deze borduren. En daarna ga ik hem ook weer weggeven. En dan kan iemand anders hem weer borduren. En dan zo door, door, door. Dus dat is helemaal leuk. Dus ik ben ook meteen begonnen. Ik had namelijk nog een leuk stofje liggen. Moet ik even kijken welke stof dat was. Dan weet ik het allemaal uit mijn hoofd. Maar nu... mijn hoofd is een beetje een zeef. Maar dit is Zweigart Linen 28 count Casual Light Mokka. Ik weet niet of dat te zien is. Die had ik nog liggen. Dus die heb ik meteen erbij gepakt. Ik had ook al, volgens mij, bijna al het garen van DMC. Je kan hem ook in andere... Wat was het nou? Even kijken. Je kan hem ook in Classic Colorworks, Weeks Dyeworks of DMC borduren. Ik heb gekozen voor DMC. Behalve de sneeuwpop. Die borduur ik met Weeks Dyeworks, maar dan met de snowflake kleur. Ik weet niet of dat te zien is. Ik denk het niet.
Het is een wittige kleur met een lichtblauw, lichtroze tintje erin. Een beetje sneeuwkleur. Deze had ik nog over van een ander project van een paar jaar terug. Dus ik vond het een mooi moment om deze nu hierbij te pakken. En dit is wat ik er al op heb gezet. Ik borduur hem 2 over 2, dus dat komt uit op 14 count. Eerst vond ik het sneeuwpopje een beetje gek kijken. Maar hij is gewoon, hij schrikt gewoon een beetje. Maar ja, dit is natuurlijk, de lente komt eraan op dit project. En dan smelt hij natuurlijk. Dus het is niet zo gek dat hij schrikt of bang is. Dus eerst vond ik het een beetje gekkig, maar eigenlijk, het klopt wel. Het is helemaal leuk. Schattig sneeuwpopje. Nou, en dan de vogel. Daar ben ik dan nu mee bezig. En dan, dit is het geheel. Om nog maar een keer te laten zien. Helemaal leuk. Dus deze, die had ik gehad. Even kijken. Even goed opruimen. Zo. Dan kreeg ik nog een donatie van Sophia. Dankjewel Sophia, super lief. Ik heb een donatie gekregen op mijn Ko-fi-link. De Ko-fi-link die zet ik altijd hieronder in de beschrijving. Dan kun je me wat doneren. Daar kan ik dan weer borduurspulletjes van kopen, waardoor ik de video's kan blijven delen. En ik ben ook aan het sparen voor om mijn projecten in te kunnen lijsten. Bijvoorbeeld Birdsong. Oh, valt hier helemaal om. Kijk, dan even bijpakken. Deze Birdsong. Als die af is, ik hoop hem over 2 jaar af te hebben misschien. Ik hoopte voor volgend jaar, maar dat gaat hem echt niet lukken. Ik heb het uitgerekend, maar dat is echt niet te doen. Maar misschien over 2 jaar. Maar die wil ik dus heel graag in laten lijsten. En misschien zoals je weet, of misschien niet. Maar het inlijsten van zo'n groot project is gewoon echt heel erg duur. Dus daar ben ik ook voor aan het sparen al. Maar dat lijkt me wel heel gaaf om dat te kunnen doen. Dus als je me iets wil doneren, dan mag, hoeft niet. Doe je het wel, dan ben ik je heel erg dankbaar. En dankjewel Sophia. Het kwam op een goed moment. Het deed me goed. En heel lief. Dankjewel. Even kijken op mijn boekje. Dan gaan we naar mijn plannen voor komende maand. Gaan we weer naar oktober. Zondag is het alweer 1 oktober. Dit is mijn Wipco board. Even zoeken hoor. De nummers zijn al bekend. Gemaakt van de week. Oh, Magic Forest en Birds and Blooms Garden. Even laten zien nog. Ik zal de foto's even in beeld zetten. Dus Magic Forest en Birds and Blooms Garden. Op beide mag ik 1000 kruisjes zetten. Dus dat ga ik doen. Vandaag wil ik nog aan deze werken. Dan wil ik mijn boekenlegger afmaken. En ik wil verder komen met deze. Ik weet niet. Nee, ik denk niet dat die afkomt. Maar ik wil er wel lekker mee verder gaan. En waarschijnlijk ook wat herfstige projectjes. Ik heb nog wel wat andere herfstige projectjes waar ik aan wil werken. Nou, het is oktober straks, herfstvakantie. Straks, als het goed is, gaan de blaadjes ook echt vallen. Wordt het ook echt, echt herfst. En dan wil ik natuurlijk ook aan herfstprojecten werken. En dat ga ik ook zeker doen. En verder zien we wel hoe de maand verloopt. Je weet het nooit. Ik hoop dat ik gewoon weer lekker kan borduren. Dat is het eigenlijk. Ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken. Ik hoop dat het niet een te rommelige video was. En dat ik duidelijk ben geweest met alles wat ik wou laten zien en uitleggen. Nou ja, dank jullie wel. En ik zie jullie graag bij de volgende video weer. En heel veel borduurplezier en geniet van de herfst. Doeg!